Jazeker. Thuis winnen van PSV met 2-0 en nog 2 goals scoren. Dat is een mooie herinnering. Ja, waarbij na die eerste de buis geval, de vuist gebald werd. En na de tweede je bijna de Polonaise ging lopen. Ja, natuurlijk. Omdat ik keek ook naar de tijd. En ik wist dat toen iedereen zat, wist ik dat het over was. Ook een soort ontlading omdat deze wedstrijd zoveel energie, zoveel kracht gekost heeft. Dat hij op karakter behaald is. Ja, zeker. Zeker. We hebben vanaf begin tot eind gewoon keihard gestreden. En ja, als je dan 3 punten pakt, weet je, dan mogen we allemaal super trots zijn op elkaar. Ja, was het een terechte, verdiende overwinning? Ja, PSV heeft kansen gekregen. We hebben iets wat kansen gekregen. Maar uiteindelijk denk ik dat het op werklust toch wel redelijk verdiend is. Op karakter 3 punten pakken? Ja, zeker. Je moet er ook tussen zitten. Met 2 hele fraaie goals. Vooral die eerste. Toch nog een keer kappen en hem inschieten. Wat is er nou voor flauwekul? Jullie winnen van PSV. Je pakt een punt in de arena. Je wint van Vitesse. En toch is er een degradatiestrijd gaande. Ja, tegen die topclubs doen we het gewoon supergoed. En we moeten dit gewoon vasthouden. Zorgen dat we tegen onze eigen concurrent ook deze manier van spelen vasthouden. Ik denk dat het wel goed komt. Ja, het is eigenlijk een beetje goed gekomen toen jij hierbij gaan spelen. Toen heeft RKC een aardige reeks gemaakt. Is er een kausaal verband? Ja, ik denk spelers kennen mij van mijn manier van spelen. En ik ken hen ook helemaal in het hoofd. En ik denk dat we gewoon allemaal goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus we genieten van elkaar, weet je. We werken hard voor elkaar. Dus het moet alleen maar goed komen. We hebben keihard geknokt. En daarom zeg ik ook, we moeten goed onze rust pakken. Want woensdag hebben we weer een zware wedstrijd. Dus, maar ja... Als we op deze manier spelen, moet het wel goed komen, denk ik. Ja. Sander Duits kreeg de bloemen voor de man of the match. Ik denk dat jij ze misschien wel gereserveerd had al. Dat je al een vaas, dat je vrouw al een vaas op de schoorsteen had staan. Ja, weet je. Ja, ik moet zeggen, Sander heeft het ook heel goed gedaan. Weet je. Ik vind dat ik ook wel goed heb gespeeld. Ik heb er 2 gescoord, maar ik denk dat het vandaag gewoon een goede teamprestatie was. Collectief? Ja, zeker. Proficiat. Dankjewel, man.